Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis. Straks praten we met Nathan Gadissen, de fractievoorzitter van de PvdA. Maar eerst Pieter van den Burg van de PVDB. Eén letter verschil, maar dat is wel een wereld van verschil, toch? De wereld is niet zo groot van verschil, maar er zit wel een letterverschil in. Ja. Hoe gaat het met die PVDB? Op zich goed. We hebben een ontzettend leuke fractie, er wordt hard gewerkt. De dossiers worden ontzettend serieus toch bestudeerd en de inbreng van ons is toch aanzienlijk, vind ik. Ja, als je kijkt naar de rest van de oppositie, hoe zie je dat in Tiel? Nou ja, die hebben een andere rol. Welke rol? Oppositie is toch oppositie? Oppositie is oppositie. Wij doen het ook met z'n allen, proberen we daar vorm aan te geven. De ene keer gaat dat iets beter dan de andere keren. We vrijen allemaal eens een keer met die oppositie of met de coalitie. Jan de Wilde heeft aangegeven in de vorige aflevering van goh, het zou goed zijn als we eens de krachten bundelen. Dat zou in ieder geval om daar eens een keer een gesprek over te hebben, dat zou in feite best wel eens een keer nuttig zijn om te kijken van hoe ver liggen we uit elkaar. We zitten natuurlijk ook met een conventionele partij, de ChristenUnie, die zal niet zomaar zeggen van nou, we worden lid van de hele grote familie van de oppositie. Maar GroenLinks ook niet, die hebben ook een landelijke uitstraling natuurlijk. Maar bijvoorbeeld de plaatselijke partijen, die kunnen toch iets meer, denk Pro-tiel, ik... Sociaal Tiel. Ja, die kunnen toch iets meer met elkaar gaan optrekken, denk ik. Dus er zijn openingen? Van onze kant wel. Je bent een druk bezet persoon, want niet alleen in de politiek ben je actief, maar je doet ook het een en ander bij TSC, voorzitter van de voetbalclub, dat gaat goed. Met de club. Daarnaast ook met Jesse Tiel. Ja, volop aan de slag. Ja, dat is een heel andere tak van sport eigenlijk. Dat is het organiseren. Maar het heeft ook alles te maken met jouw achtergrond, hè? Ik ben theaterdirecteur geweest, maar ik vind het ook heel erg leuk om dingen te organiseren. Dat doe ik al vanaf mijn 20e jaar hier in Tiel. Wat heb je bijvoorbeeld gedaan in het verleden? Ik ben ooit eens begonnen met een friekfestival. Toen was ik in 18 of 19 jaar met allerlei instellingen hier in Tiel. En ik heb 10 jaar lang de Nacht van Tiel mogen invullen. Voor de Rotary was dat in de tijd. En ik heb hier tal van festivals, ook voor Amnesty International toen. Die hier een groot festival wilde organiseren, heb ik vorm gegeven. Maar ook nu ben ik al 10 jaar bezig, of 9 jaar. Dit is de 9e editie van Jesse Tiel. Zijn er veranderingen ten opzichte van voorgaande edities? Ja, we hebben nu gekozen om het een maand lang te doen. En dat is voornamelijk de maand november. Dat heeft ook te maken dat we dus meer optredens kunnen plaatsen, maar ook wat minder afhankelijk zijn van tourschema's van buitenlandse groepen. We hebben ontzettend veel respons gekregen van de horeca hier ook uit Tiel. De beurs die voor ons 3 of 4 concerten gaat doen, maar ook Wendela. Dat is een heel klein kroegje. Ja, want je doet het met eigenlijk alle horeca in Tiel, althans als ze mee willen doen. Ja, en wij zijn een beetje de paraplu en we organiseren in samenwerking met de Agnitov. Organiseren we dus ook daar een aantal concerten. En de Agnitov heeft ook de avonden daar uitgebreid. Maar wat vanavond eigenlijk al begint met Miles, dat is een programma over Miles Davis. En we hebben dan ook een weekend waarin we de nachtclub weer hebben en een heel groot concert in de grote zaal. Ja, die nachtclub, dat is een succes, hè? Dat is een super succes en dat willen we eigenlijk ook niet kwijt. Maar daar moet ook dat jazz op een andere luchtige manier meer als een feestje wordt gebruikt. Ja, omschrijf eens wat zo'n avond is. Mensen zitten aan tafeltjes. Het is echt een soort nachtclub-ambiance. We vragen ook of de mensen wat chiquer gekleed gaan. Hè. Ze mogen de parels uit de kast halen, de trouwpakken weer, gepoetste schoenen. En men wordt bediend, we krijgen hele goede wijn die avond geschonken. En daar tussendoor laderen we dat met allerlei muziek en kunsten. En onze stadsdichter die dat jaarlijks kom opvullen met een heerlijk mooi slam gedicht, zoals dat heet. Ja, bestuurlijk gezien, hoe loopt het? Ik deed het eerst in samenwerking met mijn vrouw en nog 2 andere mensen. Maar het wordt nu dus zo groot dat we dus ook het bestuur hebben uitgebreid tot 6, 7 mensen. We hebben ook een iets anders dat we gaan doen. Dat is Artitiel. Dat is een klein broertje of zusje, hoe je het noemt. Dat we dus iets met kunst gaan doen. Er zijn 8 locaties in de stad.
waarin waartussen een looproute is gemaakt. Dat wordt door Peter Schipper, die mensen daarin begeleidt. En op die 8 locaties, dat zijn huizen, daar is kunst te zien op, in allerlei hoedanigheid, maar vooral film, video en fotografie. En wanneer vindt dat plaats? Dat begint 7 november, dan starten we daarmee. Dan is ook de opening, dat wordt door de wethouder Melissen van Cultuur, wordt het geopend, 's middags om 14:00. En dan trappen we af en dan eindigen we in de beurs, wat in feite ook een 8e locatie is. En daar is ook een stukje muziek en een lekker drankje. Nou, beloof dus een succes te worden deze editie. Ja, en wat met name ook omdat we dus met Artitiel ook voornamelijk kunstenaars hebben gevonden of fotografen die dus gebonden of verbonden zijn met Tiel. Dus ze komen uit Tiel of ze hebben in Tiel gewoond of ze hebben in Tiel gewerkt. En we hebben daar ook een thema aan, dat heet Out of Control. En daarin laat iedereen op zijn eigen wijze zien wat dat voor hem of haar betekent. Even terug naar de Tielse politiek. Onlangs de raadsvergadering gehad. Jij bent nogal betrokken ook bij de AVRI. Hè? Dat is niet zo'n sexy onderwerp. Wat speelt daar precies? Oh ja, je kunt het zo sexy mogelijk maken als je wilt. Nou, doe dat eens. De AVRI die wil verzelfstandigen en daarin zitten wij met een aantal regio's, 10 gemeentes in de regio. En die moeten zich daarover uitspreken hoe ze dat dan ook bestuurlijk zouden willen. Nu hebben 6 gemeenten hebben zich daar al voor uitgesproken dat ze dat willen. Wij zijn ook niet tegen dat we dat, hè, want dat, we willen toch een soort gemeenschappelijke regeling. Kunnen dan ook goedkoper werken. Alleen waar we ons wel zorgen over maken, dat is van hoe ga je dat bestuur samenstellen. De 6 gemeenten die dus nu al gestemd hebben in de gemeenteraad, want elke gemeenteraad moet daar apart voor stemmen, die hebben ervoor gekozen om dit op bestuurlijk vlak te doen, zowel de burgemeester of de wethouder daar in het bestuur te zetten. De grote meerderheid in onze raad, die wil eigenlijk dat daar ook een raadslid bij is. Waarom eigenlijk? Omdat we dus het gevoel steeds hebben met gemeenschappelijke regelingen dat men de regie niet meer in de raad kan voeren. En dat is een soort gevoelskwestie, dus wij willen toch eigenlijk als raad heel duidelijk ook die symboolfunctie dat er een raadslid afgevaardigde is in dat bestuur. Wordt dat bestuur dan niet veel te groot? Als nee, dat in plaats van de wethouder of in plaats van de burgemeester. Ah, okay. Dus dat we daar zelf het een keuze... Het idee van de raad beslist. Ja. En daar zullen wij een motie over indienen in de regio als gemeente Tiel. Die is nu aangenomen dat we dat gaan doen. En wij gaan ook de andere gemeentes voorstellen of ze daar met ons dat mee willen hoe noem je dat? Mee op willen trekken. Mee willen optrekken, ja. Oké, Pieter, ik ga jou danken voor het gesprek. Zo dadelijk nog even Simone, die nog even Jazzy Tiel verder toelicht. Oké, dankjewel. Aangeschoven in het koetshuis, nu Simone de Boer. Jazzy Tiel, we zitten er eigenlijk al volop in. En het is niet een week lang, maar een maand lang, hè? Ja, het is nu een maand lang. We hebben na de vorige editie bedacht van ja, alles was zo in 1 week gepropt. En er gebeurden zoveel dingen. Dat we zoiets hadden van ja, die mensen die hebben 1 week tijd om alles te bezoeken. En die willen ook wel eens een avond gewoon thuis zijn. Misschien moeten we het over een maand verspreiden. Dan hebben ze meer kans om overal te gaan kijken dan alleen maar in die ene week. Dus november is de jazzmaand. Ja, november willen we nu Jazzy Tiel maand maken. Nou, er staat van alles op stapel. Pieter heeft er al het een en ander over verteld. Maar concreet? De invulling dit jaar is wederom van groot naar klein. En plaatselijk tot internationaal bekend. Dus dat is wel heel leuk. We hebben als hoofdact dit jaar Kovacs. Kovacs heeft net afgelopen week een Europese prijs gewonnen. Die onder andere Adele ook al een keer gewonnen heeft. Dus die gaat wel heel hard. Dus het is wel een talent wat heel erg... Ja, ze is ook op Alpop geweest, geloof ik. Hè? Ja, ze is ook op Alpop geweest. Maar ja, dat was natuurlijk een festival. En nu staat ze in het theater. Dus het is gewoon een heel ander concert. Dus dat gaat wel heel bijzonder worden. Dat is dan op 7 november in de Agnietof. Er zijn nog wel kaarten, maar het loopt wel hard. Dus als je... Gaat goed dus met die kaartverkoop. Ja, www.agnietof.nl neem ik aan. Daar kunnen de kaarten besteld worden. Daar kunnen de kaarten van Kovacs besteld worden. Oké, meer. Ja. Nou, dan hebben we onze jaarlijkse nachtclub met nachtclubsetting, tafeltjes, stoeltjes, mensen die hun avondjurkjes weer uit de kast mogen trekken.
Daarin hebben we Teus Nobel, die trompetist speler, hele bekende, hele goede. Maar ja, dat is op zich niet zo heel bekend bij het gewone publiek, maar wel heel erg goed. Afsluiten wederom Hans Dulfer, want hij heeft nu een speciale 75-60 tour. Hij is 75 geworden en hij zit al 60 jaar in het vak, dus we vonden het wel bijzonder om hem weer te laten komen. Hij neemt Rob van der Waal mee, die vorig jaar ook al op de Destiel heeft gestaan. Dus het wordt wel een bijzonder optreden, dus heel anders dan vorig jaar. Je houdt je ook echt bezig met de programmering, hè? Jijzelf? Ik hou me wel, ja, dat is wat ik nu... Vind je ook leuk om te doen? Ja, vind ik hartstikke leuk om te doen. En vertel nog eens een keer dan wat we dit jaar voor het voetlicht, wat jullie voor dit jaar voor het voetlicht brengen. Waar mensen echt naar moeten gaan kijken. Nou, we hebben onder andere hele andere dingen dan vorig jaar. We hebben een soort college, dat gaat Winfried de Jong doen. Mm-hmm. Dus Wilfried heet die. Die is wel. Niemand weet eigenlijk dat hij zoveel van jazz af weet. Dus hij gaat een soort lezing, college-achtig. Hoe kom je aan hem? We hebben een nieuw bestuurslid, Bart van Elshout. En die heeft een aantal contacten. Dus dat is ook wel weer handig. Dus hij heeft zijn contact, ik mijn contact. Als we het bij elkaar brengen, dan wordt dat een meerwaarde voor het festival. Dus oké, dat is ook leuk. Ja. Dat is ook ergens in de maand november. Als je het hele programma wil zien, dan kan je beter even op de website kijken, want het is nu zoveel. En dat is www.jazzytube.nl. Ja, dus we hebben ook nog een pubquiz wat op jazz gericht is. We hebben een kindervoorstelling hebben we weer, dat is dan in de Agnietof. Dus het wordt ook echt breed getrokken. Ja, we hebben horecaondernemers die weer gewoon elk jaar weer gewoon hele goede dingen neerzetten, zoals Bistro de Buurvrouw, die heeft Jazz met eten erbij. Ja, dan zit je gewoon lekker de hele avond te tafelen en ondertussen staat Johnny Rosenberg onder andere aan je tafeltje te zingen, zeg maar. Het is gewoon echt heel dichtbij. Dus ook uniek eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk al heel erg uniek. Ja, dat is gewoon al een paar... Gebeurt dit nou ook nog in andere plaatsen? Is dat zo of niet? Of nou, is het echt uniek? Je hebt natuurlijk wel overal, elke stad, er zijn wel meer jazzfestivaletjes overal. En dat horeca mee aansluit. Maar ik heb wel zoiets van, ja, in dit geval, zoals zo'n restaurant met toch wel iemand, ja, Johnny Rosenberg is toch wel best wel bekend. Ja, ik vind dat wel bijzonder. En dat die horecaondernemers hun nek uitsteken voor dit festival. Ze betalen natuurlijk al die ex gewoon aan mezelf. Dus zij moeten dat ook zelf terugverdienen. En het enige wat wij faciliteren is gewoon een programmaboekje en posters en website. En daar zetten wij dan alles op. En ja, dit soort promotie. Voor de rest doen ze het allemaal zelf. Dus dat denk ik wel een uniek aan dit festival. Ja. Ja, dat geeft ook aan dat het niet zomaar meer gaat verdwijnen. Want het is dus heel breed gedragen. Ja, er zijn ook nieuwe horecaondernemers die ze hebben van... Hey, dat is leuk, wist helemaal niet, kan ik ook meedoen volgend jaar. Dus die willen dan nu al een soort van, nou volgend jaar dan wil ik ook meedoen. Dus dat, mooi, mooi, mooi. Ja. Hey, tot slot, ligt er nog eentje uit? Weet je, alles is gewoon leuk op zijn eigen manier. Dus het is echt, ik heb altijd zoiets van, ja, wat moet ik... Weet je, de plaatselijke talenten, hè, zoals Kaya van Toren, en die hebben dan een leniesnuit en een huiskamersetting. En waar gebeurt dat? In de Kerkstraat woont een mevrouw, die heeft een huis en die stelt haar huis gewoon beschikbaar voor huiskamer. Heel kleinschalig, maar wel zo leuk. Ja, er kunnen 40 mensen in en het is echt heel intiem en heel erg leuk. Oké, als mensen getriggerd zijn, www.jazzytube.nl. Hey, mag ik je danken voor het gesprek? Ja, graag gedaan. Nu aangeschoven in het koetshuis Nathan Gadissen, de fractievoorzitter van de PvdA. Nathan, van harte welkom in het koetshuis. Er is onder andere in de raad gesproken over het vluchtelingenvraagstuk. Kun je even uitleggen wat Tiel beslist heeft? Wat de ingezette lijn is? Nou, het vluchtelingenvraagstuk, je hebt dus op dit moment komen er meer vluchtelingen naar Tiel, of asielzoekers naar Tiel toe dan voorheen, of naar Nederland toe. En naar Nederland, hè? Nederland, ja. Laten we daar beginnen, inderdaad. En die mensen die komen in het asielzoekerscentrum terecht. En op een gegeven moment dan wordt dat beslist. Zo'n kwart die moet weer terug naar het land van herkomst. De rest die mag voorlopig blijven, die krijgen een verblijfsvergunning. En die komen in een asielzoekerscentrum, maar die zitten allemaal vol. Ja, precies. Ja. Dus die mensen die al een verblijfsvergunning hebben, die moeten op een gegeven moment ergens anders heen. Ja. En we hebben onder andere over gehad van die mensen die
in asielzoekerscentra zitten en die het liefste uit die asielzoekerscentra wil hebben, omdat ze daarvan is besloten, die mogen in Nederland blijven. Asielstatushouders? Statushouders. Ja, of vluchtelingen mag je zo ook noemen. Ja. Maar daarvan is dus besloten van, die mogen in Nederland blijven. En de vraag is dus, die de Rijksoverheid aan gemeente heeft gesteld, van willen jullie die voor zorgen dat er extra mensen kunnen worden opgevangen? Want wij moeten al een bepaalde hoeveelheid mensen opvangen. Dit jaar waren het geloof ik 71 in totaal. En de vraag is dus, willen jullie meer dan dat opvangen? Ja. En de gemeenteraad heeft daarvan gezegd, unaniem volgens mij. Behalve de WVD. Nee, dat gaat weer over een ander gedeelte. Mm-hmm. Volgens mij van de statushouders heeft iedereen gezegd, dat is prima als we die, dat was het voorstel van het college, als we die extra gaan opvangen. Daarnaast is de vraag gesteld of we aan crisisopvang willen doen. Je hebt soms, op dit moment neemt het aantal asielzoekers die naar Nederland komen af. Mm-hmm. De laatste weken, twee weken geloof ik, drie weken. Maar we hebben daarvoor weken gehad waar echt een hele hoge piek was. Dat er opeens een hele hoop asielzoekers naar Nederland toe kwamen. En dan bieden asielzoekerscentra ook weer niet genoeg plek. En dan is de vraag, kunnen gemeenten bijvoorbeeld sporthallen tijdelijk beschikbaar stellen? Dat is voor 72 uur, dus dat is 3 dagen, om die piek op te vangen. Om mensen op te vangen voordat ze naar de asielzoekerscentra gaan. Gewoon om Als die vraag zou komen vanuit de landelijke overheid, ja, dan zal Tiel daar gehoor aan geven. Ja, daar hebben alle partijen mee ingestemd, behalve de VVD en het CDA. Ja. Ja. Je had nogal een emotioneel betoog tijdens de raad. Ja. Daar hebben we beelden van. Daar gaan we nu even naar kijken. Ik heb ooit bij de IND gewerkt en Aisha is mij van alle dossiers het meest bijgebleven. Aisha was een Irakees meisje van 14 die hierheen was gekomen samen met haar moeder. En het was echt een bakvis en ik had een intakegesprek met haar en echt een bakvis met een twinkeling in de ogen. We begonnen het gesprek rustig met elkaar. Ik moest haar allerlei gegevens vragen die als IND moet weten van iemand. En haar moeder zat in de kamer daarnaast met mijn collega Corine, ook in een intakegesprek. En omdat de meisje van 14 is, ik denk, we doen rustig aan. Ze heeft toch niet zo lange levensgeschiedenis, dus we hebben de tijd. Dus ik heb haar gerustgesteld en ik zei tegen haar van, ja, ik ga je ook allerlei rare vragen stellen, maar je moet ze beantwoorden, want dat intakeformulier dat zit op die manier in elkaar. Ik ga jou onder andere vragen of jij getrouwd bent, of jij hebt gewerkt in Irak, maar ook of jij in het leger hebt gezeten. Nou, daar begon ze keihard om te lachen. Vervolgens zei ze iets in het Arabisch, want er zit altijd ook een tolk bij natuurlijk bij zo'n gesprek, want mijn Arabisch is knap behoerd. De tolk die begint te lachen en die vertaalt terug van, had ze gezegd, ik ben generaal geweest. Nou, daar moest ik ontzettend hard om lachen. Ik zei, ik schrijf het op. Nee, dat was toch ook weer niet de bedoeling. En het gesprek ging de hele tijd op die manier. Het was een leuk gesprek met elkaar, totdat de koffiepauze kwam om 11 uur. En ik met mijn collega Corine even afstemde, wat heeft moeder gezegd, wat heeft dochter gezegd. En komt dat overeen met elkaar? Nou, dat kwam overeen met elkaar. En Corine die zei tegen mij, ja, op een gegeven moment zat die moeder te lachen. En ik heb aan haar gevraagd van, waarom zat je te lachen? En dat bleek, haar moeder had Aisha horen lachen in de kamer daarnaast. En daar moest zij weer om lachen, want zij dacht van, ja, mijn kind lacht weer. Wat bleek het geval te zijn, de vader van Aisha die was vermoord in Irak. Het gezin had te westerse waarden voor de extremisten in die buurt. En die hadden vader omgelegd en moeder en dochter bedreigd. En die waren dus op de vlucht geslagen. Toen moest ik na de koffiepauze, het gehoor verder doen. En het eerste onderdeel wat op het programma stond was familieleden. En je kunt je voorstellen dat ik die vragen niet op een prettige manier heb gesteld. Ik heb haar dus gevraagd van waar haar vader was, dus die vraag moest ik stellen. Nou, en zij, op het moment dat ik al zei van ik ga het hebben over familieleden, zag ik die twinkeling in die ogen verdwijnen. En dan zag ik een hele diepe droefenis voor in de plaats komen. En dat beeld, dat is me altijd bijgebleven. En ik vind dat wij als Nederland, als fatsoenlijk land, en als Tiel, gemeente Tiel, als fatsoenlijke gemeente, dat wij opvang moeten bieden aan mensen zoals Aisha, als meisjes zoals Aisha en ook als moeders zoals de moeder van Aisha. Als fatsoenlijk land moeten we ervoor zorgen dat soort mensen niet op straat slapen. Die mensen moeten een dak boven hun hoofd krijgen en daar gaat het om. Natuurlijk, er zijn allerlei zorgen en die snapt de PvdA ook.
Natuurlijk snappen wij op het moment dat er dat je als autochtone Tielenaar jarenlang op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning en de eerste de beste vluchteling komt binnen en jij krijgt die woning niet, omdat voor de vluchtelingen wat geregeld moet worden, natuurlijk baar dat voor. Natuurlijk is dat frustrerend. En daar moeten we wel oplossingen voor vinden. En die oplossing ziet de PvdA juist door bestaande gebouwen, bijvoorbeeld van de Rijksgebouwendienst of andere gebouwen, om die ervoor te zorgen dat die geschikt worden gemaakt voor die vluchtelingen. Voor meisjes zoals Aisha en voor vrouwen zoals de moeder van Aisha, die op de vlucht zijn voor serieus geweld. Natuurlijk, opvang in de regio, dat is heel mooi gezegd, maar 35% van de mensen zit al in die regio, zit in vijf landen daar in de buurt. En als ik hoor over Griekse dorpjes van 200 inwoners waar 7000 vluchtelingen zijn, of in Turkije waar een stad was met 90.000 inwoners waar 115.000 Syrische vluchtelingen waren, dat is een onhoudbare situatie. Die mensen gaan verder trekken, die komen in Europa terecht. En die mensen die moeten we op een fatsoenlijke manier opvangen, vindt de PvdA. Tegelijkertijd moeten we wel kijken, dat is wat we willen. Tegelijkertijd moeten we ook wel kijken wat we kunnen. Er zijn zorgen, hè? Ik heb de sociale huurwoning al aangegeven. Er zijn zorgen over banen. Wij hebben in Tiel inderdaad een hoge werkloosheid. We hebben ook volgens mij een hoog beroep op de WMO en de jeugdzorg. We moeten wel voor zorgen en voor waken dat wij voor iedereen die voorzieningen kunnen blijven bieden die wij willen bieden als gemeente. Tegelijkertijd moeten we elkaar ook niet gek maken. De GGD heeft gelukkig onderzoek gedaan naar ziektes. Dat blijkt niet meer te zijn onder vluchtelingen dan onder autochtone Nederlanders. Dus wat dat betreft moeten we elkaar over dat soort zaken ook niet gek maken. Als het gaat om oorlogsmisdadigers, daar heeft de IND gelukkig een hele goede screening voor, een aparte unit, de 1F-unit. Dus ook dat, die worden er als het goed is uitgefilterd. Maar als het gaat over de opvang van vluchtelingen, moet ik denken aan Aisha en de moeder van Aisha. En dan denk ik, ja jongens, dan moeten we als fatsoenlijke gemeente moeten wij zorgen dat die opvang goed geregeld is. Nathan, dat was een persoonlijk verhaal wat je daar hield. Ja. Hoe voel je je daar nu bij als je dat terugkijkt? Ja, het is altijd vreemd natuurlijk om jezelf te zien. Maar het is wel, ik heb de afgelopen maanden daar vaak aan moeten denken, aan mijn tijd toen ik bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst werkte bij de IND. En je kwam daar van alles tegen. Je kwam daar dossiers tegen van mensen waarvan je dacht, ja, jij bent onterecht naar Nederland gekomen. De gelukszoekers, ja, even onherbiedig gezegd. Dat waren overigens niet veel die ik ben tegengekomen. Maar wel, van dit verhaal is raar. Dat is geen reden geweest om te vluchten. Ja, maar die screening, dat gebeurt dus wel degelijk op een goede manier. Ja, zeker. Ja, zeker. Er wordt ook een hoop asielzoekers krijgen geen vergunning uiteindelijk. Hm. Dus de mensen die hier binnenkomen, zijn ook niet degene die hier mogen blijven. Ja. Bovendien is het zo dat mensen in het begin altijd maar een verblijfsvergunning krijgen voor 5 jaar. En in de tussentijd ook wordt gekeken van, is die dreiging nog steeds aanwezig? Precies. Bijvoorbeeld op het moment dat een land veilig wordt. Daar heb je op een gegeven moment met Irak gehad. Irak werd gezien als onveilig land. Dan krijgen mensen sneller een verblijfsvergunning. Maar op het moment dat het land weer veilig is, wordt die verblijfsvergunning weer ingetrokken. Of als die 5 jaar termijn voorbij is, dan houdt het gewoon op. Dan moeten mensen weer terug naar het land van herkomst. Dus dat is ook, er is heel veel verwarring in dat asieldebat. Degene die nu binnen Nederland komen, die krijgen dus niet allemaal een verblijfsvergunning. En sommige daarvan, die krijgen wel een verblijfsvergunning, maar krijgen maar tijdelijk, moeten op een gegeven moment ook weer weg. Dus de cijfers die je op dit moment zien van het aantal aanmeldingen, dat is ook niet gelijk aan wat we uiteindelijk hier in Nederland overhouden. Dus er zit heel veel ook verwarring in dat debat. Ja, en haken en ogen. Daarom blijft voorlichting een noodzakelijk iets. Ja, klopt. Ja, absoluut. Ja. Even terug naar jouw betoog. Er zijn mensen geweest die vonden dat aangrijpend. Er waren ook mensen die kregen daar kommentenen van. Ook binnen de Tielse politiek. Hoe zie jij dat zelf? Oh, dat zal best. Ik bemoei me niet mee wat mensen vinden van mijn verhaal. Dat was ik jouw mijn verhaal gedaan. En het is ook oprecht waar. Ik heb de afgelopen maanden vaak moeten denken aan mijn tijd bij de IND. En dan het meest indrukwekkende verhaal vond ik wel van haar. Althans, de blik van Aisha die veranderde op het moment dat ik dat moment dat we het over haar familie moesten hebben. En ja, als je een familie hebt, wat mensen heel vaak vergeten is, zoals in Syrië heb je IS die daar de meest verschrikkelijke dingen doen. Degene die daarvan als eerste slachtoffers worden, is de eigen bevolking. Er zijn 4 miljoen Syriërs op de vlucht. Dat zijn voor het overgrote deel zijn dat ook moslims, maar ja, die niet streng genoeg zijn volgens de regels van IS. Ja, en die worden daar het slachtoffer van. Juist de mensen die heel erg
die juist wat meer westers zijn, hè, die hun dochters zonder hoofddoek laten lopen. Juist degene die het prima vinden als hun dochters 's avonds uitgaan, die worden als eerste slachtoffer ervan. Ja. En dat zijn de mensen die ook uiteindelijk naar Nederland komen. Ander moeilijk dossier wat er op dit moment ligt, is bijvoorbeeld het fluviatielt vijverterrein. Ja. Hoe zie jij dat? Het is heel complex, hè? Dat is een heel complex, ja. Dat is een heel complex probleem. Het moet opgelost worden, althans. Dat roept de gemeente. Ja, maar goed, dan is het ook weer de vraag hoeveel geld heb je daarvoor over, hè? En ja. Wij hebben wel een grens aangegeven. Wat zijn die grenzen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zo uit mijn hoofd weet welk bedrag het precies ging. Maar ik geloof dat er op een gegeven moment een bedrag ging van 7 ton of zo. En er waren andere partijen die... die vonden dat er misschien wel wat meer bij mocht. Maar ja, er zit wel een grens aan, vinden wij. Ja. Het probleem erop. Je kunt geld natuurlijk ook maar één keer uitgeven. Ja, dat is het ook zo. Hoe zie jij de toekomst van dat terrein? Ja, ik hoop dat er wat gebeurt. Alleen op dit moment zit er echt in al passen. Je moet alle partijen op één lijn hebben. En dat is op dit moment niet zo. Ja, hoe kan dat doorbroken worden? Ik denk heel moeilijk. En op een gegeven moment dan zul je misschien ook wel moeten zeggen, nou ja, laat het maar zoals het is. Dat hebben wij liever ook niet, hoor. Wij willen ook liever dat daar wordt opgelost en dat daar een mooie ontwikkeling gaat. Maar dat moet niet te veel geld gaan kosten. Nee, wat wel geld gaat kosten is bijvoorbeeld het zwembad. Ja, ja, nou, het is de bedoeling dat het geld oplevert uiteindelijk. Ja, oké, okay, maar goed. Er moet wat gaan gebeuren. Een zwembad wat behoorlijk duur is in de exploitatie. En we hebben met de coalitie gezegd, wij willen liever dat dat door de private partij wordt opgepakt. En dat dan daarmee de bijdrage van de gemeente ophoudt of minder wordt. Ja, de wethouder die kwam met 3 varianten. Ja. Wat vond jij van de manier zoals dat in de raad is gebracht? Er waren heel veel open eindjes. Dat was eigenlijk wat de fracties zeiden. Klopt. Dat was ook zo. Dat was een keuzenotitie. Maar heeft dan de wethouder zijn huiswerk slecht gedaan? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er een beetje een misverstand is ontstaan tussen wat de raad wilde en wat de wethouder wilde. Maar de raad die wil zeg maar de keuzes maken. Dus in die zin was dat toch hartstikke mooi. Ja, klopt. Dat is ook zo. Wat mij betreft hadden we ook wat meer richtlijnen kunnen geven aan de wethouder. Ja, want het maakt zichzelf niet erg moeilijk. Want nu zegt die raad, nou, wij willen gewoon eigenlijk alles wat we nu hebben en liefst nog even meer. Maar we hebben er eigenlijk niet zoveel gezinsje voor over. Ja. Dat is toch lastig per definitie? Ja, dat is een heel lastig uitgangspunt. We willen alles, maar we willen het voor minder geld. Dat is, ja, dus dat is wel nog spannend hoe de wethouder dat gaat rondleggen. Moet ik wel zeggen dat ik denk dat het wel handig was geweest op het moment dat we ook inzicht hadden gehad als raad. Als wat de private partijen willen. Hè, wat dus bedrijven willen. Als er een bedrijf dat zegt, nou, we willen dat zwembad wat er nu staat overnemen. En de gemeente hoeft geen bijdrage meer te doen en alle winst gaat ook nog. Dat is prima. Ja. Maar wij weten dat zal niet inderdaad. Ook omdat het zwembad is duur om te onderhouden. Het huidige zwembad. Dus dat maakt het ook wat lastig om daarover als raad goed te vergaderen op het moment dat je niet weet wat er mogelijk is in het bedrijfsleven. Ja. Dus ja, dan is weer de vraag van had de wethouder dat dan eerst moeten uitzoeken, maar dan kom je weer met een soort van vastgebakken plan naar die raad. Ja, dan is er een richting. Ja, maar goed, dan vindt die raad ook nooit. Dan zegt u van ja, u heeft het helemaal volgekookt. Ja, of alleen maar ja of nee. In die zin vond ik dat dus wel mooi. Maar de argumenten die aangedragen werden in de raad, hè, de becijfering, hoe zit dit, hoe ziet dat plaatje eruit waar geen antwoord op gegeven kon worden? Ja. 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 Is natuurlijk dat je zegt van nou niet echt handig. Nou ja, dan kunnen ze zich als raad van we gaan dit en dit en dit meegeven aan die wethouder. En vervolgens gaat hij op pad. Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Maar binnen hele ruime kaders, je had dat als raad wel smaller kunnen maken. Natuurlijk had kunnen zeggen van nou weet je, ik noem maar wat. Dit gedeelte van we willen baby en peuters zwemmen er per se in hebben. En dan wat ons betreft. Hebben we wat minder voor over of zo. Als je dat als raad had gezegd, dan had je wat meer handvatten gegeven. Nu heb je... Ja, eigenlijk tegen die wethouder gezegd, we willen alles. En daarmee geef je hem ook in zekere zin carte blanche natuurlijk. Want ja, dat niet alles kan, dat zou de politiek zichzelf ook moeten beseffen. Helder. Nathan, tot slot, wil je nog iets kwijt? Dat is een hele open vraag, ja. Nee, niet direct iets. Volgens mij hebben we aardig de onderwerpen behandeld die de laatste tijd spelen. Ja, er zijn nog wat meer onderwerpen, hoor. Maar, doen we de volgende keer. Ja, die doen we de volgende keer. Dat is prima. Hey, mag ik je danken voor het gesprek? Ja hoor, zeker. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er binnenkort weer met meer politiek nieuws vanuit Tiel.